Misschien eerst even vragen. Zit er iemand van jullie op TikTok? Oké. Hoe vroeger je eigenlijk kritisch denken leert inoefenen, hoe gemakkelijker dat het is. En aangezien dat kinderen op steeds vroegere leeftijd op internet zitten, vinden we het ook belangrijk om die kiemen tot kritisch denken op vroege leeftijd aan te bieden. Iemand zei al het woordje fake news. Wie kan dat uitleggen? Iets dat op een site is gepost, maar dat niet echt is. Wat betekent waarheid? Wie heeft een idee? Het is echt, het is niet fake. Ja. Iets dat waar is, is niet fake, het is echt. Je krijgt dan een aantal reacties die nogal redelijk kort zijn. Dus waarheid is echt, waarheid is het omgekeerde dan fake, werd er een aantal keer gezegd. Dit soort vragen ga ik straks verder met jullie verkennen, samen met Criticat. Je mag je ogen sluiten. De Criticat dacht na. De weg naar de waarheid was lang geweest. Criticat is een soort van speels rolmodel dat samen met de kinderen speurt naar waarheid en leugens. En de waarheid klonk wel verleidelijk. En wij werken heel vaak met verhalen, omdat de personages denken zelf na. Dus zijn eigenlijk een soort van kritisch rolmodel om achteraf met de kinderen samen na te denken over de thema's die daarin voorkwamen. De Criticat leerde leven met de waarheid. Het viel mij op aan de reacties na het verhaal dat de kinderen eigenlijk door de metaforen en door de beelden die in het verhaal naar voren kwamen, echt ook wel handvaten hadden om uit te leggen wat zij onder waarheid verstonden. Wie denkt dat dat klopt, dat we soms moeten liegen? En voorbeelden uit hun eigen leefwereld opvragen was ook wel belangrijk om dat denken aan te scherpen. Als je spreekt met mensen online die je nog nooit gezien hebt, spreken die tegen jou de waarheid, ja of nee? Die gaan zo liegen. Ik merk wel dat er een stijgend bewustzijn is bij jonge kinderen, dat degene die met hen chat ook niet altijd eerlijk is in de zaken die hij of zij zegt. Ze hebben vandaag ook gezegd dat ze zelf niet altijd eerlijk zijn als ze tijdens het chatten met mensen praten online. Wordt er meest gelogen op de speelplaats? Wordt er meest gelogen thuis? Of wordt er meest gelogen achter een scherm op de computer? Achter een scherm, want als iemand zegt bijvoorbeeld die is 18 en die is achter de scherm, je kan hem niet zien. Maar het feit dat ze dat verbaliseren en dat ze samen onderzoeken hoe het komt dat we eigenlijk online liegen, is wel een belangrijke in eigenlijk dat bewustzijn aanscherpen rond media en mediawijsheid. Stel, nergens op de wereld is internet. Internet komt nooit meer terug. Goed idee of slecht idee? Als we filosoferen, werken wij vaak met de lijnoefening, waarbij we dan twee uitersten in een cirkel leggen en laten we leerlingen zich positioneren. Zodanig dat we eigenlijk fysiek maken wat de klas denkt. Staat iedereen bij slecht idee? Ja. Een van de voordelen is dat de kinderen die niet durven spreken, tonen ook wat ze denken. En de leerkracht ziet onmiddellijk van, het denken van mijn klas situeert zich hier. Waarom is het een slecht idee als internet zou verdwijnen vanaf morgen? Dat als je iets bijvoorbeeld voor het school moet opzoeken, dan kan je het ook niet meer doen. Wat interessant was, als we vroegen van, is het een goed idee dat internet niet zou bestaan, dat ze onmiddellijk bij slecht idee gingen, omdat ze zich niet konden voorstellen hoe een wereld zonder internet zou zijn. Maar op het moment dat er toch een aantal voorbeelden gegeven waren, zag je dat er bepaalde leerlingen wel opschoven. Soms ben je te veel bezig met op je telefoon te zijn en dat je bijvoorbeeld niet meer buiten speelt, want je bent op je telefoon aan het spelen. Ja, oké. Dus er zijn ook wel goede dingen aan een leven zonder internet. We zouden bijvoorbeeld meer buiten spelen. Zijn er nog goede dingen aan een leven zonder internet? Ik denk als we dan teruggaan naar het democratisch idee, dat dat wel een heel belangrijke is. Dat je leert luisteren naar meningen die misschien niet de jouwe zijn. Dat je leert van meningsverschillen op een respectvolle manier. En dat je inzicht kan groeien door naar anderen te luisteren. Waarom ben jij verplaatst? Het allerbelangrijkste voor een leerkracht die wilt filosoferen met kinderen is dat hij eventjes tijdens het filosoferen zijn mening opschort. Dus mijn rol als filosofisch begeleider bestaat er vooral in om hun denken uit te dagen, om hun denken te verdiepen en niet te zeggen wat ik zelf denk. Dat wil niet zeggen dat je als leerkracht daar op een later moment geen kennisles aan kan verbinden, maar als je even je mening opschort, dan krijg je wel de kans om te weten waar de misconcepten in het hoofd van de leerlingen zitten. Als je iets opzoekt op Google, wat klikken jullie dan aan? De eerste. De eerste. Wie klikt er nog de eerste aan die jij van boven krijgt? Hoe weet je of dat waar is? En dat is een hele belangrijke, om dan
achteraf gericht informatie te geven of gericht een kennisles rond in te richten. Wie heeft er vandaag nog over iets nagedacht waar hij of zij nog niet over heeft nagedacht? Als de juffrobot was. Stel dat de juffrobot was. Ja, goeie zaak of niet? Nee. Ja. Nee. Een filosofisch gesprek is eigenlijk nooit af. Maar een filosofisch gesprek is wel geslaagd als er voortschrijdend inzicht is. Dat school belangrijk is. Heb je dat vandaag geleerd, dat school belangrijk is? Oké.